Hier is het allemaal begonnen, hè, Volkert-Jan? Ja, dit is de club waar ik als heel jong jochie voor het eerst op de voetbalvelden verscheen. Ja, en toen ging je voetballen. En hoe kwamen die talenten dan naar voren? Nou ja, goed, ik weet niet of die talenten echt naar voren kwamen. Maar je ziet natuurlijk dat je vrij snel in een wat hoger jeugdelftalletje mee mag doen. En omdat de trainer dat vraagt, of de begeleider dat vraagt. En dat is meestal wel een teken dat je het in je eigen elftal al aardig doet. Toen jij zo jong was, hoeveel sporten had je dan in op het douche? Nou goed, dat is natuurlijk de verandering, Bert, op dit moment. Op dit moment kunnen ze uit zo ongelooflijk veel sport kiezen en dat is ook goed. Maar toen had je, ja, als je een beetje muziek maken kon, ging je naar Tavenu, naar de muziekvereniging. Als je erg lenig was, ging je gymmen. En de rest ging gewoon voetballen. Dus. Of had je vader er een grote invloed op? Want hij was een van de oprichters, hè, van op het douche. Nou, mijn vader had een eigen bedrijf, erg druk, bouwbedrijf, dus het zich daar niet zo erg meer mee bemoeid. Maar het is inderdaad één van de oprichters van voetbalvereniging Opperdoes. Maar die stimuleerde jou niet om te gaan voetballen? Nee, maar dat deden we zelf eigenlijk, Bert. In onze tijd had je Nederland 1, 2 en 3. Het klinkt heel gek, maar we hadden natuurlijk geen mobiele telefoon en geen computer. Dus wat gingen wij doen uit school vandaan? Snel een oude broek aan, want je mocht niet in de knappe broek. En dan gingen we naar het schoolplein toe. En dan gingen we partijtjes maken en dan gingen we voetballen tot het donker werd. Had je toen ook al schoolvoetbal? Nou, dat ken ik mij niet zo echt meer herinneren. Het zal gerust er wel geweest zijn, maar... Het Wisk en Medeblik? Ja, dat zal gerust geweest zijn, maar ik ken mij het meest herinneren dat wij op de schoolpleinen tot donker aan toe aan het voetballen waren. Nou, toen kwamen de talenten tevoren en hoe is het toen verder gegaan? Nou ja, goed, ik was jaren 15 en toen speelde ik in de A-junioren, wat toen nog A-junioren heette. En de toenmalig trainer van de A-junioren, Jaap Rustenburg, zegt van tegen de huidige trainer van het eerste, Steef Nijenhuis, ik zou die Volkertje Putting maar eens proberen, want die kan dat wel. En nou, zodoende het Steef Nijenhuis, de trainer van het eerste van Opperdoes, heeft mij gevraagd en... Ben ik gedebuteerd in het eerste elftal op 15-jarige leeftijd. Welke klasse speelde op het douche? Toen de tijd. Nou, dat was, daar had je nog de KNVB en je had de afdeling. Wij speelden toen, meen ik, eerste klasse afdeling. Ik weet het niet exact meer hoor. Maar, het hoogste in de zaterdagafdeling? Ja, dat was denk ik het hoogste in de afdeling zaterdagvoetbal. En toen, op een gegeven moment werd je gescout. Door wie? Nou ja, goed, uiteindelijk was ik 18 en toen werd ik opgemerkt door Volendam. Een paar proefwedstrijden gespeeld daar. En ik dacht eerst, ik weet niet of dat er wel wordt, want ik miste een halve kansen. Maar de beleidsbepalers toen bij Volendam, die zeiden van, maar je stond wel op het goede plekje. En dat afmaken, dat leerden wij jou wel. Dus toen ben ik heb ik een jaar bij Volendam meegetraind, omdat de overschrijving toen de tijd niet meer geregeld kon worden. Heb ik een jaar meegetraind en wat oefenwedstrijden gespeeld. En ik heb een jaar dus echt competitie gespeeld in het C-team, wat nu Beloftes heet, maar dat heette toen het C-team. Ja, en welke plaats speelde je dan? Ik speelde toen rechtsbuiten bij Volendam. En later ben ik natuurlijk in mijn latere carrière ben ik wat meer aan het middenveld verhuisd en naar achterin zelfs. Dat heb je vaak met oudere voetballers. Maar bij Volendam was ik een voorhoedenspeler. En dat was ik ook voordat ik naar Volendam ging, dat ik bij Opperdoes in het eerste speelde, was ik ook een voorhoedenspeler. Op z'n Duits had je een toorinstinct? Nou, ik heb wel redelijk wat doelpunten gemaakt. Je hebt nu in West-Friesland natuurlijk de topscorerslijst in het Noord-Hollands Dagblad. Maar daar ben ik ook wel een paar keer hoog in beland. Nou, de periode Volendam, toen... Ja, misschien wel een van de fouten die ik gemaakt heb om uit bepaalde emotionele waardes weer terug te keren bij Opperdoes. Ik heb toen nog een gesprek gehad met Hollandia, met Wim Vingerhoed, toen de tijd voorzitter, en met Peter Vissie, want ik zat samen met Peter Vissie uit Hoorn bij Volendam. Maar uiteindelijk toch voor Opperdoes gekozen en daar weer gaan voetballen. Was dat een verkeerde keuze? Ja, ik had misschien beter toen bij hogere amateurs kunnen gaan voetballen met de... kwaliteit en talenten die ik toen had. En toen ben je bij Opperdoes gebleven, maar toch naar een andere club gegaan. Ja, ik ben uiteindelijk op 28-jarige leeftijd door SW gevraagd. Die speelde toen eerste klas
KNVB. Dat was toen de 1 na hoogste klasse. Want ja, nu heb je natuurlijk derde divisie, vierde divisie, et cetera. Maar toen had je hoofdklasse, eerste klasse. En toen speelde al SW ook het hoogst hier in de Kop van Noord-Holland. Want zelfs Hollandia speelde toen lager. En toen de toenmalige trainer Paul Verra, die kwam bij me in Opperdoes vragen of ik bij SW wou komen voetballen. Dat heb ik gedaan. 4 jaar gespeeld daar. Prachtig elftal met Nico Mol, Frans Keizer, Korwal, chef-commandeur. Mol ook vervallend opgevoetbald? Ja, 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 meerdere. Jan Karsten natuurlijk. Die heb ik niet mee gevoetbald bij SW, maar ook Volendam verleden. Dus ja, er ben natuurlijk een hoop West-Friezen die uiteindelijk bij Volendam gespeeld hebben. Oké, okay, 4 jaar, toen was je 32. En toen ben je gestopt? Ja, Paul Verre ging weg. Ik had een erg goede klik met Paul Verre. En ik denk, ja, wat moet ik nu nog blijven? Elftal werd ook wat minder eigenlijk toen de tijd bij SW. Ik heb toch gekozen voor de Opperdoes, waar wat oude bekenden van mij ook terugkeerden. De gebroeders Stapel onder andere. Eentje speelde bij Spartanen, de ander speelde bij Dek en Medeblik. Kwamen terug en uiteindelijk tot mijn 36e nog in Opperdoes speelt en nog 2 keer kampioen geworden in die 4 jaar. Dus dat was natuurlijk een prachtige afsluiting van mijn voetbalcarrière. Ook nog toch in Spakenburg gevoetbald? Ja, dat komt. In de burgemeester Bol toernooi? Ja, dat komt door burgemeester Bol. Dat was natuurlijk de burgemeester van Medeblik en Opperdoes. En toen de tijd werd hij burgemeester in Spakenburg. En toen heeft hij een wedstrijd hier in Opperdoes geregeld tegen IJsselmeervogels. En in Spakenburg tegen IJsselmeervogels. Dus dat was ja, voor ons dorp een hele belevenis. Niet, geen grootspraak, maar voor mij natuurlijk even minder heftig. Omdat ik bijvoorbeeld dan natuurlijk al tegen zeer gereden en bij SW tegen zeer gerenommeerde tegenstanders speelde. Dus, En toen 36 trainer worden. Ja, ik had mijn trainerspapier al gehaald ondertussen. Ook door Paul Verra, want die was natuurlijk docent bij de KNVB. Die zegt, nou dat ligt jou wel. En trainerspapiertje gehaald en later nog weer meerdere papieren gehaald. En uiteindelijk, mijn eerste club was Wieringermeer in het zaterdagvoetbal. Zo is dat balletje gaan rollen. En ja, ik doe het een hele tijd al ondertussen. En welke clubs heb je dan allemaal nog meer gehad? Nou ja, ik heb Wieringermeer gehad in het zaterdagvoetbal. Rijgen Boys gehad in het zaterdagvoetbal. Toen ben ik, ik wou toch wel graag naar het zondagvoetbal toe. Omdat ja, West-Friesland, dat is natuurlijk een zondagvoetbalbolwerk. Hoe je het ook wendt of keren. Dus uiteindelijk werd ik gevraagd door MFC, Medeblik, wat nu FC Medeblik is. En MFC was natuurlijk een prachtig elftal met Walter Smak en Fred Breggen, et cetera. Dus dat kon ik niet laten lopen. Martin Glim? Nou, die speelde toen niet in het eerste, maar ik denk dat die toen al een beetje gestopt was ook, maar dat weet ik niet exact of geblesseerd. Maar ik had wel een heel mooi elftal, dus ik kon die keus niet laten lopen, vond ik. Dus toen ben ik 5 jaar bij MFC geweest, 5 jaar VVW, Werfsoof. Prachtige periode, 3 keer kampioen in 5 jaar. KGB gehad, VVS 46 gehad. KGB ben je niet zo lang geweest, denk ik, hè? Nee, beide niet. Zowel bij KGB als VVS niet. Maar goed, dat gebeurt ook wel eens, Bert. Ik heb 5 jaar bij MFC trainer geweest, 5 jaar bij VVW, 4 jaar bij Wieringermeer. Dus ik was een trainer die bekend stond om meestal lange dienstverbanden. Maar ja, je hebt ook wel eens dat het of van mijn kant af of van de clubkant af niet klikt. En nou, dan moet je ook grote man wezen. En dan moet je zeggen, 1 jaar is voldoende. SCW heb je toch wel redelijke succes ook beland? Nou goed, jammer genoeg niet. Ik heb natuurlijk na KGB heb ik op het ook nog 5 jaar getraind. Niet te vergeten, mijn eigen club. Daar speelden beide zoons van mij in, Niels en Marijn. Geweldig natuurlijk. En werd ik nog kampioen hier met op het. Dus dat is ook een herinnering die ik niet snel vergeten zal als trainer zijnde. En toen ben ik nog 3 jaar trainer bij SCW geweest, waar ik natuurlijk 4 jaar gevoetbald had. En daar kwam ik natuurlijk heel veel oude bekenden tegen, waaronder mijn elftalbegeleider Frans Keizer, waar ik mee gevoetbald had. Dus, maar succes, jammer genoeg niet. We hebben wel een promotiewedstrijd gespeeld, heel eind juni zowat, op het terrein van SOP tegen IVV. En helaas, in verlenging hebben we dat verloren. Anders hadden we wel gepromoveerd. En het MFC, en je keer weer terug. Nou ja, het is geen MFC meer, Bert. Het is FC Medeblik. Iets wat ik wel altijd van harte toegejuicht heb. Want... Ja, een combinatie van Dek en Medeblik.
Ja, maar goed, er zijn wat tegenstanders geweest van beide kanten. En ik heb altijd gezegd dat ik er nog niks mee te maken had, maar wel een verleden had bij MFC. Laten ze er een mooie club van maken in Medemblik voor de jeugd. Zodat over tig jaar niemand meer het over MFC of Dek heeft, maar dat ze het allemaal over FC Medemblik hebben. En bij die club word ik weer trainer, ja. Heb je daar Wemmers, je hebt daar Koster, je hebt Woudenberg. Hopelijk behouden, want dat zijn de spelmakers van Medemblik, hè? Ja, natuurlijk wil je graag je goede spelers behouden. En buiten hun hebben ze nog heel veel goede spelers, vind ik. Anders had ik er niet ingestapt. Maar we zijn amateurs. Zulke spelers worden door iedereen gevraagd natuurlijk. Dat is duidelijk. Ja, goed, en ik zal natuurlijk zeker proberen ze binnen de club te houden. Maar goed, als ze een andere keuze maken, die ambitie hebben om dat te doen, ja, wie ben ik dan om ze uiteindelijk ten koste van alles tegen te houden? Zondag weer een belangrijke wedstrijd. FC Medemblik tegen West-Friese, ga je kijken? Ja, kijk, ik heb wel. Ik keek natuurlijk al vaak. Ik ben 3 jaar geen trainer geweest. Dus ik ging natuurlijk vaak even, omdat het ook om het hoekje is bij mij, even nog op de fietsie een uurtje bij FC Medemblik kijken. Maar nu het bekend geworden is dat ik trainer word, is het natuurlijk voor mij een heel ander kijken geworden. Het is nu meer observeren, kijken, hey, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, hoe doet die het op die positie, et cetera. Want het is natuurlijk, ik heb er nu belang bij voor volgend seizoen. Maar had je al gesprekken gehad met de spelers? Nou, ik wil dat zoveel mogelijk vermijden. Ik vind een Steven Kaai prima werk afleveren daar. En ik vind ook dat hij in alle rust het seizoen af moet maken. En ik heb ook al wel een beetje begrepen dat rond de bekendmaking Volkertje Putting trainer bij FC Medemblik ontstond er wat onrust. Niet in negatieve of positieve zin, maar er ontstond wat onrust. Er kwam wat ruis op de lijn. En dat wil ik ten koste van alles voorkomen, want ik vind dat hij zijn werk gewoon goed moet kunnen afmaken. Dus de momenten dat ik daar praat en dingen regel, dat zijn allemaal op avonden dat er absoluut geen selectie rondloopt. Ja, en je doet ook nog een heleboel bij Op het Toes, hè? De kabouters. Ik heb vanochtend de kabouters weer getraind in de wind. Maar dat is ontspanningstherapie, noem ik dat. Dat is geweldig. Ik heb natuurlijk ook 2 kleinzoons waar ik heel goed mee worden ken. Eentje van 3 en 1 van 1 jaar. Maar dat is geweldig om te doen. En dat doe ik omdat Op het Toes aan het vergrijzen is. De vereniging kleiner en kleiner en kleiner wordt. En we wat aan ledenwerving doen willen, om te laten zien, anders gaat het jeugd voor judo kiezen, of voor muziek, of voor wat anders. En ik wil ze proberen gek te maken met een voetbalspelletje, zodat Op het Toes weer leden erbij krijgt. Ja, dan is het in oktober in duimen draaien met FC Medemblik. Wel eerste klas, of blijven ze in de tweede klas? Wat hoop je? Nou, ik bedoel, voor de huidige groep en voor de trainer hoop ik natuurlijk dat hun promoveren, want het zou vanzelf een prachtig resultaat wezen. Ik weet niet of ze op dit moment al helemaal klaar zijn voor de eerste klas. Maar goed, het maakt mij niet zoveel uit of het nou een eerste of een tweede klasse wordt. Voor hoe lang heb je getekend? Ik teken altijd maar voor 1 jaar. Want ik vind gewoon, na een jaar moet ik kunnen zeggen het is goed. Of een club moet zeggen het is goed. En als je voor een langere periode tekent, ja, dan zit je van beide kanten aan elkaar vast. Wat speel je het liever? Aanvallend of verdedigend? Nou goed, ik denk dat de mensen die zitten te kijken en mij kennen wel weten wat voor type trainer ik ben. Ik hou van verzorgd voetbal en ik hou van aanvallend voetbal. En dat heb ik bij alle clubs waar ik gewerkt heb wel gepredikt en proberen te laten zien. 3-4-4? Nou ja, goed, er is natuurlijk heel discussies over van de kerstboom en een systeem met 5 man achterop en dan 2 wingbacks, et cetera. Ja, ik ben wat dat puur op de counter? Ik ben wat dat betreft wel een beetje een Cruijffman. Ik ben een enorme fan van Johan Cruijff altijd geweest. En dat is toch altijd wel een prediker, net als Wim Jong, maar die speelt nu ook weer met 5 verdedigers. Maar ik ben wel een prediker van 4-3-3. En het liefst dan nog met een inschuivende man van achteruit. Zodat het uiteindelijk 3-4-3 wordt. Laten ze de tweede klas blijven, FC Medemblik. Dan ga jij dus voor de promotie.
Nou, dat vind ik een beetje te vroeg om daarop in te zetten. Ik denk dat de opdracht is voor mij en voor de vereniging om een goed georganiseerde, stabiele tweede klasse te worden. Als je dat redt, dat je over 3-4 jaar zegt, kijk, FC Meerdijk is nog steeds een hele goede tweede klasse. Ik denk dat je dan al het heel erg goed gedaan hebt.